Badjuf Joke Hermsen neemt na bijna een halve eeuw voorgoed afscheid van haar geliefde Spartelclub in het Sportfondsenbad. Al 46 jaar lang zorgt Joke voor een echt spetterfeest voor baby's en peuters. Generaties zijn zwemveilig opgegroeid door de lessen van Joke. Het is dan ook een emotioneel afscheid voor iedereen. Na 46 jaar neemt zwemjuf Joke afscheid van haar Spartelclub en gaat ze met pensioen. Deze week staat ze voor de laatste keer tussen de spetterende peuters in het zwembad. Het einde van een tijdperk, volgens Joke. Het was geweldig. Het was heel en heel leuk. Ik heb de ouders gehad en nu daar komen nu ook de kinderen van. Het was één heel groot feest. En toen ik zelf goed op zwemles zat hier bij West, zat ik ook al van Joke. Dus ja, dat is ook al 33 jaar geleden, denk ik. Dus het is heel leuk dat ik dan nu ook met mijn zoon bij Joke zit. Maar ja, het is gewoon bijzonder dat het al zo lang hier werkt. Ja, het is gewoon raar. Het is een soort van instituut. Als jij 46 jaar ergens bent, ja, die was hier al voor het zwembad er stond. Dan, ja, het is gewoon bijzonder. Je zag altijd of achter de balie zitten, of hier rondschuivelen, of hier in het bad. Kent je kinderen bij naam, vraag naar de voortgang met de zwemles. Het is gewoon bijzonder als zo iemand dan er is, maar ook als ze weggaan. Het wordt wel gemist, denk ik. Ze zorgt ook dat de kinderen dingen durven uitproberen, onder water gaan, van de glijbaan. Dus, een hele leuke juf. Ja. Voor velen is Joke verbonden aan herinneringen van de eerste keer zwemmen. Ze staat bekend om haar enthousiasme en aanmoedigingen, waardoor iedereen goed heeft leren zwemmen. Spetteren, zwemmen, leren zwemmen. Wat vind je het allerleukste? Onder water zwemmen. Ja? Hey, en hoe is het voor jou als ouder dat Joke afscheid gaat nemen? Ja, gek. Ze zegt maar, van ja, Joke gaat weg. Ja, wat ga je een kind van 3 uitleggen wat pensioen is, weet je wel? Ja. Dus nee, ja, gek. Ik ben benieuwd wat de vervanging gaat komen en wat er gaat worden. Zo gaat het, is een andere woensdag. Ja. Ja, want hoe was zij als zwemjuf? Ja, gewoon altijd heel betrokken en sociaal en heel warm. En de kinderen wilden altijd zo graag er naartoe. Dus dat was altijd leuk, fijn. Joke geniet nog volop van de laatste lessen en het afscheidsfeest met alle kinderen en ouders. En je ziet het, iedereen is er om afscheid te nemen. Het is één grote feestweek. Ja, toch wel emotioneel ook? Heel emotioneel. Ja, ik zie het ook aan u. Het doet echt wat, ja.